Er is een nicht in ons midden, ontmasker hem snel. Hij kidnapt de kinderen en speelt dan zijn spel. Een nicht in ons midden, een felroze knel, die gewetenloos is en denkt met zijn... Sinds zijn première in 2000 is deze voorstelling een heus companion piece geworden voor iedere LGBT+ musical liefhebber. Niet zo vreemd, want de voorstelling gaat over twee schooljongens die verliefd op elkaar raken, maar dan op een christelijke school. Stichting Mee brengt dit geliefde stuk in juni na een jaar terug. Bear, a pop opera. Zoals gezegd, twee jongens raken verliefd op elkaar op een christelijke school. De ene, de romantische Peter, wil zijn gevoel van de daken schreeuwen, terwijl de ander, het idool van de school Jason, liever zijn mond houdt. Om verdenkingen de kop in te drukken, besluit Jason zich te storten op een van de wildste meiden van de school. Ondertussen is de halve school ook de eindejaarsvoorstelling Romeo en Julia aan het instuderen en kan Jason zijn gevoelens voor Peter steeds moeilijker ontkennen. Rolando, één jaar na dato en je doet weer dezelfde rol. Ja. Wat steekt daarachter? Sowieso vind ik het echt een geweldige rol om te spelen. Om in de woorden. De rol van? Ja, de rol van mijn leven, zeg maar. De rol van Peter. Wat ook best wel een autobiografische rol is, moet ik zeggen. Ik moet zeggen dat het repetitieproces ook vrij therapeutisch af en toe geweest is. Dus toen ze zeiden van we gaan een reprise doen, was er eigenlijk. Volgens mij hebben ze het niet eens gevraagd of ik het wilde doen, maar dat is meer vanzelfsprekendheid. Jarmo, daar is hij weer. Ja. Waarom een tweede keer deze rol? We zijn hier met een hele toffe groep. En het was een hele emotionele rollercoaster. En één weekend is dan gewoon niet genoeg. Dus ik wilde het heel graag nog een keer doen. En toen was het ook nog dat in de kerk mocht. En dat legt zoveel lading erin dat je denkt, dat moet je doen. Als je autobiografisch zegt, dat is een claim om uit te leggen wat je daarmee bedoelt. Ik ben zelf ook, ik val zelf ook op mannen. Heb een soortgelijke situatie ook meegemaakt, wat ik in Bear speel, zeg maar. Met iemand die daar niet voor uit wilde komen. Die, In welke omgeving? Dit was een katholieke school. Zijn geval was ook religieuze en een andere afkomst, zeg maar. Dus... niet-Nederlandse afkomst. Ja. En dan is het nog een stukje moeilijker. Ik hoop dat jullie levensloop niet zo afloopt als in Bear. Nee. Dit is echt een tragedie. Romeo en Julia, we weten allemaal hoe het afloopt natuurlijk. Dus maar in het echte leven is dat niet zo afgelopen. Vader, is de kerk soms fout? Als iets wat op ik voel, iets is wat niet mag. Wat doe ik dan? Wat is de regel?
ken, die houdt zich aan haar eeuwenlange studies. Vragen over de geloofsleer zijn te complex voor jou. Ik zeg hier niet dat de kerk dus nimmer faalt, maar hou je vast aan haar doel, dan voel jij je nimmer meer alleen. Wat is er zo spannend aan Bear uitvoeren in een kerk? Nou, ik denk dat ik niet zozeer spannend vind, maar wel, kijk, het is een show over homo's in de kerk. En de show lijkt soms een soort van kritiek te zijn. En zo is het ook in de media en zo. We hadden toen wat kritiek gehad, juist dat het leek alsof we kritiek tegen de kerk hadden met deze show. Terwijl juist het tegendeel waar is. En dat dat door een kerk erkend wordt. En dat we juist ook met queers uit, die vaak bij de kerk verbonden zijn, zeg maar, aan die mensen een show mogen geven. Ja, dat lekt. Is nog meer de lading dekkend. Deed er de best, was een van de rest. Maar het gaat om, het kan echt niet, echt niet. Nog wat kleine rare woord, nooit gesproken, vaak gehoord. Is dit iets wat ik kan strijken? Het is niet oké, okay, niet voor mij. Weet u wat? Ja. We hebben net een verbijsterende biecht gezien van Jason. Kun je even uitleggen wat daar gebeurt? Ja, eigenlijk is het best wel bijzonder, want Jason komt biechten midden in de nacht. Want hij wil echt nu iets kwijt. Dus de priester zegt, ja, je kan altijd wel langskomen. En eigenlijk denkt hij van, nou, die zal vast wel moeten biechten dat hij ecstasy heeft geslikt of zo. Of dat hij iets stouts heeft gedaan. Maar dan blijkt er toch echt wel een heel grote boodschap bij hem terecht te komen. Dus dat krijgt heel snel een hele bijzondere twist. Ja. En zoals ik van mijn eigen biechtvader me herinner, schiet de biechtvader met de hulp. Voor zover die kan. Ja, voor zover die kan. Integendeel, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja. Ik voel je angsten, ik voel ze, begrijp ze, maar ik kan niet zo. Probeert op zijn, ja, toch wel, laten we eerlijk zijn, redelijk beperkte manier. Eigenlijk in het kader van bijna pray the gay away. Gewoon doen, focus waar je op doet. Het is maar een fase, je bent nog jong. Komt vast vanzelf goed. En daarmee denkt de priester zelf echt het goede te doen, het juiste te doen. Maar dat blijkt dan toch niet helemaal het juiste te zijn geweest. Dat lijkt dan misschien weer een beetje dat de kerk iets niet goed doet. Maar ik zie dat juist ook wel als... kijk, wat ik als een probleem zie is het stukje dat de kerk heel erg... ik zei het net ook in het interview tijdens de preview, dat het heel gerationaliseerd wordt. Dus als je alle woorden heel letterlijk neemt en dat soort dingen, dan... gaan mensen veel minder naar hun hart luisteren. Terwijl ik denk dat als jij God met liefde benadert, zoals het ook bedacht is, want God is iets hogers en dat benader je vanuit je hart en nooit met je hoofd, want dat is heel eendimensionaal. En ik denk dat in dat geval de priester misschien ook wat door zijn hoofd wordt overgenomen. En dat is iets wat in de kerk heel voorkomt. En daar hebben we dan misschien wel een beetje kritiek op. Maar de kerk is iets hartstikke moois en dat willen we juist verkondigen. Zijn geest, leven.
je hebt het vorig jaar dus ook gespeeld. Je hebt dan natuurlijk ook reacties gezien of meegemaakt van de mensen die jullie toen hebben bezocht. Hoe waren die reacties? Ja, die waren echt vol lof. Ik bedoel, heel emotioneel natuurlijk. Ik bedoel, de eerste acte is nog een beetje luchtig, zeg maar. Maar in de tweede acte dan merk je ook in de cast dat het wat zwaarder begint te worden. En ik heb wel gehoord dat het publiek het nooit droog heeft kunnen houden, zeg maar, in de tweede acte op meerdere momenten. Ja. En wij als spelers ook niet trouwens. We hebben ook echt wat homo's uit de Bijbelbelt gehad. En andere queer mensen in de PC. Homo's die echt huilig naar ons toe kwamen van... Het heeft me zo erg geraakt. Moeders van homoseksuelen uit de Bijbelbelt. Die zeiden, we begrijpen het wat meer. En dat is gewoon heel mooi. En ik schoot er ook vol van toen die mensen tegenover me stonden. Ja, dus prachtig.